Ik wil een soort hele serieuze intro doen voor deze video, maar het lukt me gewoon niet omdat ik zo hard moet lachen elke keer. Dames en heren, zoals je ziet ben ik net op safari geweest. Ik heb mijn favoriete hoed opgedaan. Dit noemen we dus een bucket hat. Dit is een bucket hat van Adidas en Gucci. Zoals jullie zien, het staat er ook niet groot op. Ik heb het ooit gekocht en het kost me echt 600 euro. En ik heb hem één keer opgehad omdat hij te klein is. Dus ik doe hem nu op omdat ik mijn geld eruit wil halen. Nu heb ik weer het gevoel alsof het een beetje waard is. Nu heb ik tenminste één video gedragen. Nou, vandaag heb ik fantastisch nieuws voor jullie. En ook voor mezelf. Maar met name voor jullie. Nick op Hei heeft zijn eerste plaat uitgebracht. Je kan Nick op Hei kennen van mijn video. Dat is waarschijnlijk het meeste aandacht dat hij ooit gehad heeft. In mijn video ging ik erop in hoe zijn website, dat was deze website, hoe ik die daar een beetje op inging en liet zien wat een ongelooflijk slechte wedstrijd eigenlijk was. Nou, zoals je ziet, er is weinig veranderd. Voor mij had hij die spelfouten eruit gehaald, dat vind ik goed van hem. Zijn doel is nog steeds de beste crypto trader worden, zou het al zijn inmiddels? Ik weet het niet. Sinds ik 18 ben heb ik meteen Poros opgestart en ik ben ervan bewust dat je niet met te veel dingen tegelijk bezig moet zijn, maar je op één ding moet richten. En daarin uit te blinken. En heb veel cursussen voor boeken gelezen, professionals gesproken. Maar je schrijft dit, maar je maakt dan wel muziek zelf. En je wil een zieke DJ-carrière erop. Dus... Klopt dat wel helemaal? Dat vind ik een goede vraag. Nee mensen, ik ben echt super hype. Voordat we gaan luisteren naar het nummer, eerst laat ik weten hoe ik deze heb kunnen kopen. Dames en heren, deze video had ik natuurlijk nooit kunnen maken zonder mijn vrienden van CyberGhost VPN. CyberGhost VPN is een van de leidende providers in de hele security wereld. En ik ben fan van het product. Ik gebruik het erg vaak en dat komt met name omdat ik dan in het buitenland ben en voetbal wil kijken. Dat kan niet, behalve als je een VPN hebt, want dan denkt mijn internet van oh, Koen is in Nederland, dus dan kan ik wel voetbal kijken. Inmiddels zijn ze al 17 jaar bezig en hebben ze 16.000 Trustpilot reviews met een excellente score. Dus je weet, je zit goed bij CyberGhost VPN. Ook in Nederland ga ik eigenlijk nooit meer online zonder VPN. En nou is dat voor mij natuurlijk sowieso handig. Want ja, ik heb natuurlijk helemaal allemaal geheime zaken die ik doe. Maar voor jou ook. Jij wil ook niet dat allemaal hackers zien wat je allemaal mee op je internet doet. En allemaal dat soort dingen. En waar je precies woont. En dat allemaal. Dat wil je gewoon niet. Want ik zie jou. Ik weet dat jij vieze filmpjes kijkt. En je wil niet dat hackers weten van... Oeh, iemand is een heel vies filmpje aan het kijken. Oh ja, en die woont precies daar. Dat wil je niet. Dus download CyberGhost VPN. Daarnaast is het ook gewoon top als je inderdaad op vakantie bent. Of bijvoorbeeld in Amerika is een eerdere serie uitgekomen. Dat je dus kan switchen naar Amerika. En die serie ook kan kijken. Of als je in Amerika bent, terug kan naar Nederland. En dan de serie kan kijken. Dat is toch uitstekend. Dat is wat je wil. En wil ik je nog een tip geven? Dat is het allerbelangrijkste. Ben je nou ergens en ga je op openbaar wifi? Zeg een restaurant of een hotel of wat dan ook. Eerst CyberGhost VPN, dan pas op de wifi. Want wat daar allemaal gebeurt. Ik heb ooit een filmpje gezien van iemand die had gewoon een wifi aangemaakt. En het leek een restaurant wifi. En iedereen die erop ging, kon hij gewoon alles checken wat ze aan doen waren. Verschrikkelijk. Het mooie is ook, met één abonnement kan je 7 apparaten toevoegen. Ik heb niet eens 7 apparaten. Kan je nagaan. Auw, mijn neus. Ik heb het op mijn computer, op mijn laptop, op mijn telefoon en op mijn iPad. Ik heb er 4. En speciaal voor jullie, mijn liefdevolle kijkertjes. Speciaal voor jou, daar achter je camera, die vieze filmpjes kijken van ik weet, jij moet eigenlijk een VPN hebben. Ik heb het geen kortingsactie voor jullie. Als je nu CyberGhost VPN een 2-jaren plan koopt via de link in mijn beschrijving, krijg je 83% korting. En daarnaast krijg je dus naast dat het eigenlijk al geen reet kost, ook nog eens 4 maanden gratis. In totaal betaal je dan 2,03 euro per maand. En dat is echt de beste deal die je dit jaar gaat tegenkomen. Ben je niet tevreden, binnen 45 dagen kan je geld terugkrijgen. Dus ja, eigenlijk is het geen risico. Dus ze hebben 24/7 customer service. Je kan altijd al je vragen stellen. Link in de beschrijving. Nee, ik ben dus echt super hyped om dit met jullie te gaan kijken. Al een lange tijd worden er teasers geplaatst van het nieuwe nummer van Nick op Hei. Ik check het nieuwe mee als we vliegen overseas. Als ik pull-ups kusje en MRC. Baby, doe die dans voor mij. Hey, baby, doe... Ik zie het nu ook trouwens, dat sterretje naast zijn naam. Alsof hij verified is. Mag ik niks zeggen, want ik ben ook niet verified op TikTok. Waarom ik niet verified ben op TikTok is echt mijn één groot raadsel. Maar goed, weet je. So be it. Ik ben de moeilijkste niet. Nee, dit is de eerste nieuwe song. In die Mercedes. Dus dit begon op 13 mei. Yes. 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 Shardy, yeah. Oh, die Sjaak wordt ook misbruikt hier. Die staat hier per ongeluk, is een keer op de foto geweest. Op 26 juni 2022, die wordt hier nu even misbruikt. Nou, sindsdien heeft hij wat meer views. Hier, nog eentje met Sjaak, zag ik. Oké, dat is een sped-up versie zo te horen. Jezus man, ik ben helemaal kapot. Goed, maar dat zou op zich dan wel, dat zou dan wel geweest zijn. Voordat het nummer uitkwam, nee. Ik denk niet dat hij nog veel meer nummers heeft gedaan. Even kijken, wat is dit? Ik heb even een lekker mixje voor jullie, komt-ie. Jij bent allemaal dingen die zeggen niks gevallen. Allemaal blijf back in the morning. Dit heeft niks met zijn nummer te maken. Wat is dit? Oh, hier is er nog één.
Oké, oké, nog één, dat is 3 promotie. Ja, ik, op dit moment was ik zo hype. Oké. Goed. Dat is dan 4, ja. Zien we hier. Oké. Dat is 5. Breng deze uit over 5000 jaar. Vind ik een mooie comment, vind ik een mooie comment. Dat hebben we hier. Oké. Dat is 6, ja. Oké, het is wel al 5 uur, dus ik denk dat hij nu al bijna uit is. Oké, ja, ja, dag later weer. Ja, oké. Dat is 7. Oh, die staat over 1 week online, oké. Dat is 8. Ja, oké, wat is dit dan? Oké. Dat is 9, ja. Oké, dan hebben we hier een filmpje. Maar dit, ik ga even goed kijken naar het filmpje. En met name ga ik even goed luisteren naar het geluid. Oké, ja, 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 is goed. Ja, dat was volgens mij 10. En 3 tot 6 online. En dit was op 13. Dus 10 dagen na kwam het online. En toen heeft hij niks meer gepost. Oh jawel, morgen op die uit. Yes. MOH op deze beat. Oh, NOH natuurlijk. Oké, nou, dus hij heeft 11 promo's. Nou, dat kan op zich. Wel allemaal hetzelfde. Ik ben wel benieuwd naar Ben. Want hij hoopt natuurlijk dat mensen dan die sound gaan gebruiken. Er zijn 12 video's gemaakt. Even kijken van wie. Ik zie hier een Nick op hij, Nick op hij, Nick op hij, Nick op hij, Nick op hij. Nick op hij, Nick op hij, Nick op hij, Nick op hij. Ho! Ho eens even! Check het hier mee als ik overzie is als ik pull-ups kus kuren in mijn zee. Hey, wie doe die dans voor mij? Hey, baby, doe die dans voor mij. Baby, doe die dans voor mij. Hey, baby, doe die dans voor mij. Deze gast zegt, gaat hard op mute. Oké, dus dat zijn dan 9 als ik af van mezelf en 1 haat. Dan heb ik hier nog 1. Challenge, probeer niet te lachen. Vet als ding, verloren man. Oké, dat is ook. Maar is er dan... Ah, hier is er 1. Hier is er 1. Goed, de promo is misschien niet helemaal gegaan zoals het moest gaan. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom of het nummer hard is of niet. Als het nummer hard is, ja, dan weet je gewoon dat... Ik heb dus een volledig nummer nog niet geluisterd. Even kijken hoeveel streams het heeft op dit moment. 5000 streams. En het is 5 dagen geleden uitgekomen. Dus 1000 streams per dag. Nou, is niet heel slecht. Maar wel gewoon slecht. Ja, dat vond ik echt een leuk geintje van mezelf. Dat vond ik een leuk geintje van mezelf. Dames en heren, ik heb hier de clip. En het begin met een prachtig shot. Dan kijk ik naar onder, zie ik... Okay. We gaan hem kijken. Ik ga oprecht mijn eerlijke mening geven. En ik hoop voor Nick dat het gewoon een goed nummer is. Beat is in ieder geval lekker, man. Yes. Yes. Doe die dans. El Prins en Nick op hij. Ja. Yeah. Hij heet toch El Prins? Maar hij heet blijkbaar ook James. NOH op deze beat. NOH op deze beat. Keihard. Keihard, vriend. Oh, fucking nice. Yes! Salafi, salafi, salafi. Ben met Nick in Paris, mon ami. Ben met Nick in Paris, mon ami. Jullie zijn niet in Paris. Sorry dat ik het zeg hoor. Deze clip is niet in Paris. Daar ben ik echt van overtuigd. Wat betekent mon ami? Is dat mijn vriend of mijn liefde? Als het mijn liefde is, zou het toch mooi zijn? Nee, het is mijn vriend. Helaas, helaas, helaas. Dat was toch zo mooi geweest? Stel, het was mijn liefde. Maar is het niet mijn vriend van liefdesvriend? Ze hebben een relatie. El Prins en Nick op haar hebben een relatie. Salafi, salafi, salafi. Ben met Nick in Paris, mon ami. Zou het echt matties zijn of zou ze bij elkaar gekomen zijn wat ze allebei gewoon muzikaal talenten zijn? Ik denk het moet wel het eerste zijn. Wacht, ik wil even de zon erop, want de zon schijnt hier nogal zoals je ziet. Oké, ik ben nu echt koud of fresh. Laten we nu gaan kijken naar dit. Kiekeboe, kiekeboe. Kijk, deze gast is helemaal niet heel slecht. Als in, gewoon prima. Ja, weet je, ja, weinig om aan te merken. Ja, gewoon, ja. Kijk, sorry dat ik het zeg. Alleen, als je Limburgs bent en je bent niet Gers Pardoel, ja, dan is het sowieso eigenlijk vaak wel al een beetje behalve Gers Pardoel. Gers Pardoel is een fucking legend. Doe wat ik goed, doe die chickies in de VIP. Oh. Hij groet die chickies in de VIP. Hij staat niet in de VIP. Maar hij zwaait wel uit chickies in de VIP. Dat vind ik tof van hem. Vind ik tof. En dan voel ik doek om maar niet in de basic fit. Ben op zoek naar de baddest bee. Ik wil geen basic bitch. We kunnen in me voor de moon. Ik ben een fucking star boy. Met een plange fucker chick. Ik voel me net als dope boy. En die chicken die wil mee. Als we vliegen overseas. Als ik pull-ups kus in die Mercedes. In die Mercedes. Ik kom aan in Mercedes. Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Als we vliegen overseas. Als ik pull-ups kus in die Mercedes. Baby, doe die dans voor mij. Hey baby, doe die dans voor mij. Maar dit is helemaal niet heel kut. Als in, ik ben benieuwd, ik denk dat hij nog een verse krijgt. Want dit is ja, gewoon niet lekker, maar ook niet heel. Ik begin met een set en eindig op wie. Ik zie wat jij niet ziet. Ik heb besloten om het serieus naar te gaan kijken en niet meteen uit te gaan lachen. Maar ik moet het nog even één keer horen wat hij nou zei. Ik begin met een set en eindig op wie. Ik zie wat jij niet ziet.
Oh, maar één keer. Paris, mon ami. Begin met een set en eindig op wie. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, maar dit is zo slecht. Maar wat zingt hij ook? Begin met een set en eindig op wie. Begin met een set en eindig op wie. Op wie. Zwie. Begin met een set en eindig op wie. Begin met een zet en het eindigt op wie? In mijn hoofd is dat zwie, maar ik snap zwie niet. Zwie? Begin met een zet en eindigt op wie? Het begint met een zet en eindigt op wie en met de wie doet hij ook de W. Ik zie wat jij niet ziet. Maar waarschijnlijk bedoelt hij begin met een zet en eindigt op I. En dan ik zie en dan is het woord zie. Maar dit slaat helemaal nergens op. Ik zie wat jij niet ziet. Als het is van het begint met de N en het eindigt op ik. Begin met de N en het eindigt op ik. Mijn naam is Nick. Dat was toch logisch geweest. Maar begin met de Z en het eindigt op wie. Ik zie wat jij niet ziet. Ook niet, ik ziet, want er is geen T. Hè? Zoals je, het begint met de G en het eindigt op A. Ik ga boodschappen doen. Slaat ook nergens op. Oké, nou, hopelijk is de volgende bar duidelijker. N-O-H op deze beat. N-O-H op deze beat. Oké, Nick op hij op deze beat. Oké, tot nu toe heeft hij dus gezegd een zin die echt nergens op sloeg en dat hij op de beat zit. Trouwens mensen, ik weet niet of jullie al weten, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar op 7 juli komt onze nieuwe plaat uit de Bankzitters. En hij is echt fucking lekker. Ik zweer het je, dit kan wel eens onze beste plaat ooit zijn. Dus hopelijk hebben jullie je wekker al gezet. 7 juli dus donderdag op vrijdagnacht. En als jullie hem allemaal zouden kunnen streamen, zou fijn, dan kunnen we weer op nummer 1 komen op Spotify. In plaats van Engelbewaarde, al is Engelbewaarde wel gewoon een lekker nummer, moet ik zeggen. Maar goed. N-O-H op deze beat. N-O-H op deze beat. Ja, hij zingt gewoon, ja. Zij noemt mij altijd mon ami. Ze noemt mij altijd mon ami. Dus zij noemt jou altijd... Hey vriend. Dus hij flex nu over dat hij gefriendzoned wordt. En als zij nu zeggen, nee, met mon ami bedoel ik van, oh vriend, oh ja, gel. Dat is wat El Prins ook tegen je zei. Dus op het moment dat jij nu gaat zeggen dat je niet gefriendzoned bent, geldt hetzelfde voor El Prins. Dus hij zegt nu van, oké, hij zegt eerst een zin die nergens slaat, dan dat hij op de beat zit, die hij niet gemaakt heeft, de beat. En daarna dat dus een chick is die hem altijd mijn vriend noemt, dus dat hij gefriendzoned is. Nu toe is het een keiharde sessie. Zij noemt mij altijd mon ami. Neem er mee, maar niet naar Paris. Neem haar mee en niet naar Paris. Nee, want Paris is de stad van liefde. En zij vindt jouw vriend. Dus misschien kunnen jullie samen beter gezellig naar Venlo. Of naar Van Rij. Of misschien naar Maastricht. Neem haar mee, maar niet naar Paris. Koop geen merken zoals Louis. Ben zo fest als Thierry Henry. Ben zo fest als Thierry Henry. Want ik kom aan in Mary Mary. Hij komt aan in Mary Mary. Leuk. Enge bars. Maar dit was het toch niet, mag hopen. Invest in die crypto voor groot succes. Invest in die crypto voor groot succes. Oké. Okay. Zit full optie in die Benz Mode S. Full optie in die Benz Mode S. Dus in een Mercedes S-klasse. Ik ben van overtuigd dat hij geen Mercedes S-klasse heeft. Dat weet ik echt 100% zeker. Daar ben ik echt 1 miljard procent zeker van. Waarom zegt hij dan dat hij dat heeft? Dat is raar. Moet ik zeggen, ik heb zelf ook ooit gezongen. Rijd nu een BMW. Binnenkort heb ik er 2. Dat is ook niet gebeurd. Ik kwam er toch achter dat 2 auto's heb je niet zoveel aan. Dus ik heb er maar 1. In principe kan hij mij daarop pakken. Alleen is het ding wel dat bij hem ligt het waarschijnlijk aan dat hij niet kan betalen. Ka-ching, bitch! Van Ajax naar United is Martinez. Veel goals in die game, maar stuk of 6. Ja. Wacht even, wat hij zegt. Wat zegt hij nou? Van Ajax naar United is Martinez. Van Ajax naar United als Martinez. Van Ajax naar United? Wat? Hé? Wat is dit voor zin? Wat van Ajax naar United? Van Ajax naar United als Martinez. Ja, die is van Ajax naar United gaan. En jij ook? Ajax naar United is Martinez. Veel goals in die game, maar stuk of 6. Nou, dit slaat echt helemaal neer. En dan ben ik echt wel van mening dat het niet altijd ergens op hoeft te slaan, de muziek. Maar dit is echt als een lul op een drumstel. Dit slaat helemaal nergens op. Wat een onzin. Stekken, krijg geen geldcrisis. Stekken, krijg geen geldcrisis. Oké, okay. Ja, is goed. Neem een shortje uit de gemberfles. Neem een shortje uit de gem. Oké, die heeft nu de gem, maar heeft hij ook gepromoot. Nou, dat zullen die 4600 mensen te gek vinden. Hou die mening voor je, want ik lees je de les. Hou je mening voor je, want ik lees je de les. Oh. Dat zou dus over mij kunnen gaan. Dat zou zomaar over mij kunnen gaan. Oh my god, ik ben gedist. Ik ben gedist en ik op hij. Ik ben gewoon gedist. Geldcrisis. Neem een shortje uit de gemberfles. Hou die mening voor je, want ik lees je de les. Hij doet ook zo, want hij weet dat ik geen spieren heb. Maar hij zegt ook, hou je mening voor je, want ik lees je de les. Maar dat is echt een zieke bar, want ik weet echt zeker dat hij niet kan lezen. Show na show op elk adres. Baby, doe die dans voor mij. Hey baby, doe die yes. Dans voor mij. Baby, doe die dans voor mij. Hey. Oh, smooth boys. Kijk ze liggen. Kijk tegen elkaar aan met de schoudertjes. Yes. Yes. Ja, dit is een te gek eindshot. Spuitende clip uit. Heerlijk. Wat een banger. Dames en heren, ik heb zelden zo genoten van het nummer. Hopelijk vond jij het ook leuk. Vond je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik ga nu mijn oren laten uitspuiten, want het zit vol met bananen. Wat? Doei! En dan zie je deze video zitten aan het kijken, dan heb ik goed nieuws voor je. Dus je weet, heb ik een leuke CyberGhost VPN aanbieding voor je. Als je via de beschrijving CyberGhost VPN kopen, 2 jaren deal, krijg je 33% korting en 4 maanden gratis. €2,03 per maand. Het is bijna gratis. Koop het nu!